Hallo allemaal, Jeroen hier van Activations en ik heb een ingezonden vraag van Henk. Nou Henk, dankjewel en ik denk dat dit iets is waar een heleboel mensen mee worstelen. Het gaat namelijk over eiwitshakes en over herstel. Henk heeft een actief leven, hij is gymleraar, fietst 3 keer in de week 35 kilometer enkele reis op en neer naar zijn werk. Op de racefiets, nou dat is al respectabel. Hij loopt 2 keer in de week hard en doet aan bootcamp. Hij verzorgt ook bootcamps. Hij vraagt eigenlijk, van, joh, moet ik in mijn beweegpatroon of mijn voedingspatroon nog rekening houden met die beweging? En ik heb wel eens wat gehoord over eiwitshakes en zouden die een waardevolle toevoeging kunnen zijn? Nou, top vraag, goed gedaan. En ik denk dat we daarbij naar een paar dingen moeten kijken. Ja, natuurlijk is het ideaal als jij je beweegpatroon meeneemt in je hele voeding. Hè? Dus als je je voeding afstemt op de activiteiten die je gedurende de dag doet. Nou ja, dat is eigenlijk gewoon hartstikke helder. En dat doe je onbewust natuurlijk al lang. Alleen als je dat wat meer bewust wil doen en in het weekend niet helemaal uitgeblust op de bank wil zitten, dan kun je daar extra aandacht aan besteden. Of je dan direct moet gaan grijpen naar eiwitshakes en herstel, andere hersteldranken. Dat weet ik niet. En dat is ook compleet afhankelijk van je voedingspatroon wat je nu hebt. Je zegt ik eet gezond. We letten op van alles en nog wat. Geraffineerde suikers eruit. Nou ja, prima. Dan is je basisvoedingspatroon is best oké. Lijkt mij. Maar goed, dan nog weet ik niks over de verhouding eiwitten, koolhydraten, vetten die in jouw voeding voorkomen. Want 9 van de 10 keer valt daar nog wel wat op te fine-tunen. Waardoor de balans in je voeding, ook in je basisvoedingspatroon, wat misschien al bestaat uit hele gezonde producten, om die balans terug te brengen. Dat is heel waardevol. Nou, voor de rest, om te kijken of verdere supplementen, suppletie, een waardevolle aanvulling kan zijn, ja, dan hanteren we eigenlijk altijd deze. Moet ik hem even pakken hoor. Deze piramide. Even kijken. Zo. Deze piramide. Dit is de sportvoedingpiramide en dat wil eigenlijk zeggen dat helemaal onderaan dat de basisvoeding het allerbelangrijkste is. Basisvoeding, dat is, ja goed, het heet niet voor niks, basisvoeding, dat is ook de basis. Vervolgens komt sportspecifieke voeding en dat is waar ik in jouw geval naar zou willen gaan kijken. Hè, sportspecifieke voeding betekent dat je afhankelijk van de activiteit je voeding aanpast. En daar hoort bij verhoudingen eiwitten, koolhydraten, vetten. Daar hoort bij de planning. Dus wanneer eet je wat? Wat eet je op dagen dat je aan krachttraining doet? Wat eet je op dagen dat je aan duurtraining doet? En hoe kan ik daarmee herstel bevorderen? En als bovenste topje op de piramide staat sportvoedingssupplementen. Dus de supplementen die horen eigenlijk alleen maar helemaal bovenaan te staan. Nou, als ik nou kijk naar wat er in het land gebeurt, en dat is wereldwijd hoor, dus niet alleen in Nederland, maar de sporters die grijpen nogal snel naar voedingssupplementen. En dat wordt ook aangejaagd door collega's van mij, personal trainers, die als je geen verstand hebt van specifieke voeding en hoe je dat integreert in je leefstijl, ja, dan grijp je nogal snel naar voedingssupplementen. Want ja, dat is dan een makkelijke manier. En daarnaast kun je er veel geld mee verdienen. Laten we dat niet onder stoelen of banken steken. Maar goed, de basis blijft basisvoeding. En om even een idee te geven of eiwitten een waardevolle toevoeging kunnen zijn, laten we eerst eens kijken of jij nu al voldoende eiwitten binnenkrijgt. Voldoende eiwitten. Voor niet-sporters geldt, ja, dat is de aanbeveling van het voedingscentrum. Ik vind hem wat aan de lage kant. Geldt 0,8 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht. 0,8. Als sporter, als duursporter, geldt ongeveer 1,2 tot 1,5. En voor krachtsporters geldt 1,5 tot, ja, tot 1,8. 1,8 is 1,8 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht, is ideaal voor krachtsporters.
De meeste sporters en de meeste mensen die ik begeleid, raad ik aan om tussen de 1,5 en 1,8 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht te gaan zitten. Waarom is dat? Omdat eiwitten enorm verzadigen. Dus, en dan heb ik het niet over eiwitshakes, maar dan heb ik het over eiwitten uit, ja, van natuurlijke oorsprong. Dus eiwitten die zitten in met name vlees, vis, plantaardige producten. Dan moet je denken aan kwark met name, is heel eiwitrijk. Nou, dus die producten die verzadigen enorm. En daarnaast hou je daarmee, want het is een bouwstof van je lichaam, hou je daarmee je lichaam samenstelling intact. Dus je spiermassa blijft oké, je botten die blijven sterk en je lichaamcellen die vernieuwen zichzelf. Dus je blijft daar. Nou, de eiwit is echt wel een heel belangrijk onderdeel van je voeding. Dus ik zou in eerste instantie eens kijken of je daar al aan voldoet. En dan kun je heel simpel door even een tijdje de eetmeter bij te houden. En nou ja, goed. En dan daarop bijsturen. Nou, inmiddels is dit een aardig lange video aan het worden. Dus ik wil hem bij deze wil ik hem stoppen. Ik hoop dat ik je vraag voldoende beantwoord heb, Henk. En nou ja, goed, als je er meer over wil weten, dan weet je me te vinden. Voor de rest van jullie die niet Henk heten, heb je een vraag, stuur hem naar info@activations.nl of stel hem op onze Facebookpagina. facebook.com/activationsLCT. Via Twitter zijn wij te bereiken op @activations. En je kunt, dat is een experiment, je kunt bij mij een kwartiertje tijd in mijn agenda blokken door mijn profiel op te zoeken op Calendly. Calendly. En daarover staat ook informatie op de Facebookpagina. Jongens, ik wens jullie een fijne dag en succes met het fine-tunen van je voedingspatroon.